In 1578, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, vond het beleg van Deventer plaats. De stad werd gedurende enkele maanden belegerd door Staatse troepen onder leiding van George van Laleng, de graaf van Rennenberg. Ook de bekende geuzenleider Diederik Sonoy was van de partij. De belegering van het Spaanse bolwerk Deventer begon op 3 augustus 1578. Nadat de graaf van Rennenberg een aantal strategische adviezen van zijn kapitein en de militair strateeg Johan van den Kornput had toegepast, was de stad bereid tot onderhandelingen over een overgave. Op 19 november 1578 gaf de stad zich over aan de Staatse troepen. In 1580 zouden van den Kornput en de graaf van Rennenberg elkaar weer treffen, tijdens het beleg van Steenwijk. Maar ditmaal zouden ze tegenstanders zijn. Van den Kornput was net iets eerder in Steenwijk dan Rennenberg. Van den Kornput gaf leiding aan de verdediging van de stad, terwijl Rennenberg, die over was gestapt naar Spaanse koninklijke zijde, het beleg van de stad leidde. Johan van den Kornput was naast militair vestingbouwkundige en cartograaf. Een schanse oorlog ontvouwde zich, want de verdedigers wilden de aanvallers het liefst zo ver mogelijk van de stad verwijderd houden. De stad telde zo'n 600 verdedigers en werd aangevallen door de 6000 soldaten en 1200 ruiters van Rennenberg. Deze video vervolgt met 5 korte hoofdstukken uit het boek Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog van Luc Panhuizen en René van Stipriaan, derde druk 2018. De hoofdstukken zijn ontleend aan een werk van Reinico Vreesinga uit 1583, getiteld Memoriën van de gedenkwaardige dingen die in de Nederlandische provinciën van Friesland, Overijssel, Omlanden, Drenthe, Groningen en de Lingen met hun bijliggende frontieren geschied zijn. In het kort, Memoriën. Reinico Vreesinga was in werkelijkheid een pseudoniem van Johan van den Kornput. Het eerste hoofdstuk speelt in Groningen. Het jaartal 1580. Bladzijde 130. Hoofdstuk Stadhouder van Groningen held van wanhoop. Groningen, begin 1580. Reinico Vreesinga. Tot 1580 was de graaf van Rennenberg, stadhouder van Friesland en Groningen, een trouwe strijdmakker van de prins van Oranje. Maar ondanks de door Oranje beloofde religievrede, zag de katholieke Rennenberg de militante Calvinisten terrein winnen. Nadat de Friese Calvinisten hem Leeuwarden en Harlingen hadden ontnomen, lieten ze hun oog vallen op Groningen. Ondertussen gingen er geruchten dat Rennenberg overwoog over te lopen naar het kamp van de Spaanse koning. Rennenberg stond inderdaad onder hoge druk. Zijn familie, het geslacht van Laleng uit Henegouwen, had als leverancier van landsbestuurders haar eer hoog te houden en was de koning nog altijd trouw. Bovendien was de stadhouder een vrome katholiek. Hij stond tussen twee vuren, in dit fragment vertolkt door de staatsgezinde kapitein Johan van den Kornput en Rennenbergs eigen zus. Van den Kornput confronteerde hem met de verdenkingen van dubbelspel die over hem de ronde deden. Persoonlijk denk ik, zei van den Kornput, dat u er absoluut onschuldig aan bent. Want wat is er dat u daartoe zou kunnen bewegen? Wat kan de koning nog meer aan u beloven of geven dan u al hebt? Al gaf hij u alle landen die hij rechtstens in Nederland bezit, die zijn niet te vergelijken met wat u nu in handen hebt. Daarbij ook nog eens zoveel mooie en sterke steden en meer dan 5 grote havenzaten, dat het onmogelijk is dat zoiets door oorlog helemaal verdorven of u afgenomen kan worden. Want als het platteland u ontvalt, dan hebt u nog altijd de steden die zich met de handel ter zee zouden kunnen onderhouden. Kan men u dan titels geven? U weet wel dat dat Marok is. Of gaat het u om de katholieke religie? Dan mag u wel bedenken dat u die met geweld kunt opleggen, maar dat u dit met uw eigen verderf zult moeten bekopen, net als de koningen van Frankrijk en Spanje dat hebben moeten bemerken. Houd u toch bij wat u hebt, zoals ik eigenlijk niet twijfel dat u zult doen. Blus de brand die al zo lang bezig is uw huis te verteren en ga naar de prins van Oranje en wees hem en zijn bondgenoten ter wille. Rennenberg hoorde het alles met groot geduld aan
hierbij dikwijls van gezichtsuitdrukking veranderend en antwoordde uiteindelijk met grote weemoedigheid. Terwijl de tranen uit zijn ogen liepen, zei hij dat hij wanhopig was. Van den Kornput deed veel moeite hem op andere gedachten te brengen en ging hierin zo ver dat hij zich herhaalde, malen brutaal tussen Renneberg en diens zuster indrong, alsof hij zijn mening met geweld wilde inprenten. Maar het was tevergeefs. Zijn zuster versterkte hem telkens in zijn zotte voornemens. En als ze zich zeer bezwaard voelde door wat hij onder ede aan zijn bondgenoten verplicht was, sprak zij hem altijd moed in, zeggende: "Mijn heer, mijn broeder, u mag dan die eed aan hen hebben gedaan, daarom bent u nog niet verplicht u in hun belang schurkachtig te laten verdoemen. Onze broeder van Hoogstraten was ook wel van de partij van de prins, maar hij was nooit van plan het christelijke geloof te helpen onderdrukken, of om dan afvalligen te helpen. Zult u dan een leider en regeerder van ketters en rebellen zijn? Wilt u dan uw oude moeder zoveel ellende aandoen? Wilt u uw trouwe raadgevers en dienaars van u afstoten en u laten regeren door een stelletje oproerkraaiers, gepeupel als wevers en pelshandelaars?" Bladzijde 131. Hoofdstuk Het verraad van Renneberg. Groningen, 3 maart 1580. Reinico Freysinga. Voorzichtig smeedde Renneberg zijn plannen, terwijl hij naar buiten toe een vriendelijk gezicht ophield. Maar onverwachte ontwikkelingen dwongen hem zijn coup versneld uit te voeren. De overgang van Groningen naar het Spaanse kamp, sindsdien het verraad van Renneberg genoemd, had grote gevolgen voor de oorlog. De komende 14 jaar zou Spanje de opstandelingen niet alleen vanuit het zuiden bedreigen, maar ook vanuit het noorden. Het was verbazingwekkend dat ook de gereformeerden, verblind door hun vijandschap tegen de ommelanden, niet inzagen dat het moment om in te grijpen was aangebroken. Want behalve de littekens die ik boven heb beschreven, zagen ze eveneens dat Renneberg dagelijks omging met de belangrijke Spaansgezinden in de stad en met degenen die uit Friesland waren verjaagd. Ook ging hij dagelijks naar de mis, iets wat hij voorheen heimelijk deed, maar nu tot verdriet van de gereformeerden in het openbaar. Tevens wist men dat hij opdracht had gegeven aan de kapiteins Villiers en Waal om krijgsvolk te werven, en dat Vinkenberg en Zwartken iedere dag te gast waren aan zijn tafel, en dat hij er alles aan deed om de boeren in zijn gouvernement tegen de generaliteit onder de wapenen te krijgen. Maar de Friese boeren konden niet veel, en die van Drenthe ook niet. Die van Twente, Salland en Mastenbroek daarentegen waren zwaar bewapend. Ze hadden daar oversten, hoplieden en andere bevelhebbers en ook trommelaars. Ze noemden zichzelf de desperaten en hadden in hun vaandel een zwaard met een halve eierdop, waar de uitgelopen dooien naast lag. Want ze zeiden: "Vroeger waren we nog voor een ei niet in de wapenen gekomen. Nu zijn we bereid voor een lege schaal te vechten." En zo wiegde Renneberg die van de gereformeerde religie in slaap, waardoor ze dat wat overduidelijk was niet konden zien. Het ging zo ver dat burgemeester Jacob Hildebrands, voormalig voorzitter van de Hoofdmannenkamer en een van de voornaamste personen op wie de gereformeerden hun vertrouwen in de toekomst hadden gefundeerd, de avond voor de aanslag bij Renneberg kwam eten en hem in goed vertrouwen vroeg naar de geruchten die over hem de ronde deden. Hij zei dat hij natuurlijk niet hoopte dat zijn genade iets slechts van plan was, waarop Renneberg hartelijk zijn handen drukte en zei: "O mijn vader, die ik voor mijn vader hou, hoe kunt u zoiets van mij denken?" Met zulke woorden en met muziek, dansen en kaartspel verhoogde hij de gezelligheid. Hildebrands nam afscheid en ging op bezoek bij sommige leden van de magistraat en vertelde dat hij overtuigd was van Renneberg's openhartigheid en goede bedoelingen. Toch bleven de gereformeerden zoals gewoonlijk scherp hun wachtrondes doen en dachten ze dat hun voor de wind ging. Ufkens was intussen teruggekomen van zijn bezoek aan de prins en had aan Renneberg verslag uitgebracht. Nadat Renneberg had nagelaten naar de prins te komen, was deze zo goed geweest zich met zijn bondgenoten naar hem te begeven en hij bevond zich al in Kampen om van daaraf verder te reizen. Ufkens zei dat hij er goed aan zou doen de prins tegemoet te reizen, waarop Renneberg zich vrolijk uitliet zonder een passend antwoord te geven. Waarna Ufkens genoeg was gewaarschuwd, de stad verliet en terugkeerde naar zijn geboortehuis. Renneberg had zijn opzet nog wel wat langer geheim willen houden en zijn coup willen uitstellen, omdat het onzeker was hoe die zou aflopen. Maar hij besefte eveneens dat die, zonder dat hij er zelf veel aan kon doen, steeds meer openbaar werd. Hij was overvallen door de komst van de prins
en vreesde dat hij met zijn garde binnen Groningen zou willen komen. Hierdoor kwam hij tot de overtuiging dat hij geen tijd meer te verliezen had. Daarom was Rennenberg de hele nacht druk bezig en overlegde hij, behalve met zijn gezin en personeel, die al in de wapenen waren omdat staatsgezinden reeds vertrokken waren, ook met enkele soldaten die in de stad verscholen zaten en met Spaansgezinde burgers. Tot sommigen die onder de gereformeerde wachters hadden gespioneerd en kwamen vertellen dat ze, zoals ze altijd deden, bij het aanbreken van de dag allemaal naar huis waren gegaan om te slapen, kwam hij 's ochtends omtrent 5 uur tevoorschijn met al zijn mensen, die herkenbaar waren aan witte tekenen op hun linkerarm. Hij reed direct naar de markt, waar zijn logement, het Bisschopshof, vlakbij stond. Hij had een ontbloot zwaard in de hand en was tot de tanden gewapend. Rennenberg riep: "Sta bij, sta bij! Goede burgers, vanaf nu ben ik pas echt stadhouder van deze landen. Laat ons nu volbrengen wat nodig is voor de dienst van de majesteit en onze eigen bescherming." Hij liet daarbij vele trompetten en trommels klinken en maakte een groot spektakel van. Burgemeester Hillebrands had enkele gereformeerden bij zich en viel gewapend op Rennenberg aan, in de veronderstelling dat meer staatsgezinden hem zouden volgen. Maar een van Rennenbergs jongens schoot op hem, waardoor hij dood ter aarde viel. Daarna sloegen de anderen op de vlucht. Sommigen werden onmiddellijk gevangen genomen, anderen verzetten zich nog een poos in hun huizen. Er sneuvelde verder niemand, behalve nog een burgerzoon uit Bremen. Men ging de hele stad door en nam iedereen die bij de staatsgezinden in een slechte reuk stond, tot meer dan 200 van de beste burgers gevangen. Sommige van hen werden in zeer onmenselijke dievenputten gegooid. Een van die putten, waar een geheime latrine zich bevond, noemden ze de Kleine Unie van Utrecht. Bladzijde 136. Hoofdstuk: Vuurstorm bedreigt Steenwijk. Steenwijk, 17 november 1580. Reinico Vresinga. Op 18 november 1580 begon het beleg van Steenwijk door de troepen van Georges van Laleng, graaf van Rennenberg. Nog net op tijd kon de vestingstad worden versterkt met 3 Vendels soldaten, onder bevel van respectievelijk Johan van den Kornput, Frans Plaat en Johan van Berenbroek. Van den Kornput ontpopte zich als een hardliner, die van geen opgeven wilde weten. Medio november was er een ontzettingsleger onder leiding van Wolter Hegeman in aantocht. Ze wilden zich opstellen bij het klooster Sint-Janskamp bij Vollenhoven. De troepen van Rennenberg gingen erop af en slaagden erin de 6 Vendels van Hegeman geheel uiteen te slaan en een aantal hoplieden onder wie Gideon van Pommeren gevangen te nemen. De winter was vroeg ingevallen, het vroor dat het kraakte. Die avond renden de troepen van Rennenberg met het vaandel van Gideon van Pommeren voor de stad heen en weer. Ze hadden het vaandel aan de staart van een paard gebonden. In de stad raakte dat snel bekend. Het klooster, Zwartsluis, Blokzijl en het grootste deel van het land eromheen stonden geheel in brand. Ze hadden in het klooster veel kruid en proviant aangetroffen, waarna ze, toen de bewaking op orde was, triomfantelijk begonnen te doen. Ze schoten met 3 grote kanonnen en ze staken aan alle kanten van de stad stroobassen in de fik. Dit leidde in de stad tot grote paniek zonder dat er reden voor was. Op de 18e begonnen de belegeraars 's morgens vroeg de gasthuispoort te beschieten met het kruid dat ze van Hegeman in handen hadden gekregen. Ze gingen er tot na het middaguur mee door. De belegerden verkeerden in de veronderstelling dat er een bestorming op handen was. Op advies van Koen Dirksen hadden ze vele brouwketels vol water met een vuurronde langs de wallen gezet. En ook vele pekkransen, spiesen, gaffels en morgensterren en ook nog een grote hoeveelheid kasseien. Hoewel van den Kornput tegen hen zei dat ze dat alles niet nodig hadden, omdat de vijand slechts de bovenkant van de poorten beschoot, waardoor het niet mogelijk was een bestorming uit te voeren. De vijand moest dus iets anders in de zin hebben. Toen de torens en het bovenste deel van de poorten eraf geschoten waren, en wel zo dat van buitenaf de huizen des te beter onderscheiden konden worden, begon het meteen in de stad te branden. Iedereen riep dat het werk van verraders moest zijn, en terwijl men overal zocht om de brandstichters te vinden, merkte men dat de brand in het bovenste deel van het huis begonnen was. En voor men het in de gaten had, gingen er op verschillende plaatsen ook andere huizen branden. Toen pas merkte men dat de belegeraars brand stichtten met gloeiende ijzeren kogels die bijna niet missen konden, omdat de huizen bovenin nog vol met stro, ongedorst koren en turf lagen, ondanks alle verboden die daartegen waren uitgevaardigd.
Men bracht meteen alle soldaten in paraatheid op de omwalling. De burgers bestreden lange tijd het vuur, maar de belegeraars schoten zo intens dat de brand de overhand kreeg. Het kwam vooral doordat een ieder bezig was om zijn eigen goed te verslepen en in veiligheid te brengen, zodat nog maar enkelen aan het blussen waren. Ondertussen gingen bijna alle brandemmers bij het blussen kapot. Onder de burgers heerste grote verslagenheid en ze hadden er spijt van dat ze niet wat langer met de malcontenten hadden kunnen uithouden. In de tussentijd hadden de belegeraars zich in slagorde rondom de stad opgesteld, wat door de zeer strenge vorst vergemakkelijkt werd. Ze blokkeerden alle wegen, want ze verkeerden in de veronderstelling dat degenen die binnen zaten zich gedwongen zouden zien naar buiten te komen, zoals vossen doen wanneer men hun holen in brand steekt. Het was om te lachen, want ze toonden geen haast, en zo zag menigeen het, ze stonden ieder voor zich als een leeuw te wachten. Men kon niet begrijpen wat de belegeraars in de zin konden hebben, dat ze zo rondom gewapend stonden. In de stad maakten de hoplieden vele rondes, te voet en te paard, om er niet de moed in te spreken. Maar het vuur nam zo de overhand, het sloeg door de sterke oostenwind, zelfs over de wallen heen, zodat de soldaten wel een derde deel ervan moesten verlaten. En wat nog erger was, het geschiedde op plaatsen waar men de grachten nog nooit ijsvrij had kunnen maken, opdat de contrescarp daar nog niet hoger gemaakt was. Ja, de nieuwe borstweringen brandden zelf ook, omdat men die voor het grootste deel onderin van een strooien vlechtwerk had voorzien, tegen alle goede adviezen in. 3 dagen later smulden ze nog. Je mag wel aannemen dat de stad in geen klein gevaar was. Daarbij moet je bedenken dat degenen die binnen waren vanwege brandgevaar de muur af moesten, waar die van buiten op hun beurt niet tegen opklimmen konden. Bovendien bleven de poorten bovenin goed bezet, behalve de gasthuispoort, die aan de bovenkant weggeschoten was. Toch moet men bekennen dat het iets vreselijks was om te zien, en dat zelfs de meest zelfverzekerden hierdoor de moed zouden verliezen. Door verstandige mensen werd het als een grote genade Gods gezien dat dit schieten met vuur overdag gedaan werd, want als het donker was geweest, dan was het ondenkbaar dat de belegeraars niet in hun opzet geslaagd waren. Bladzijde 138. Hoofdstuk. Van den Kornput bestrijdt de slappe knieën. Steenwijk, eind november 1580. Reinico Vresinga. Er werd in Steenwijk een burgerwacht ingesteld om nieuwe inslagen van vuurkogels snel ongedaan te maken. Het door Oranje beloofde ontzettingsleger kwam maar niet opdagen. Het moreel onder de bevolking zakte. Diverse bevelhebbers van de stad neigden naar onderhandelen. Op 20 november om 3:00 in de ochtend kwamen de bevelhebbers van Plaat bij Berenbroek, die ik op dat moment gezelschap hield, nadat Plaat, die zelf ten huize van Beverland verbleef, hem tevergeefs bij zijn ontboden had. Ze wensten dat hij ermee akkoord ging, dat men met de vijand zou onderhandelen over een goed verdrag. Meteen stuurde Berenbroek in het geheim zijn knecht naar Van den Kornput om hem in kennis te stellen, zoals was afgesproken. Van den Kornput, die door het waken geheel geradbraakt was, had zich in volle wapenuitrusting even ter ruste gelegd. Hij kwam zonder dralen naar Berenbroek en daar zwegen de bevelhebbers van Plaat en gingen naar buiten naar de markt, waar een groot deel van hun soldaten en daarnaast ook burgers verzameld waren. Ieder riep daar wat hij te zeggen had en ieder wilde voor de slimste doorgaan. Omdat er geen ontzet op handen was, was het beter op een nieuw plan over te gaan, voor het te laat zou zijn. Ze scholden intussen erg op de prins en de bondgenoten. Van den Kornput had de officieren en soldaten van Olthof en hemzelf bijna allemaal in de wapenen en hij bevond zich onopgemerkt ook op de markt. Met zijn harnas verborgen onder een mantel was hij er snel met Berenbroek naartoe gegaan en hij sprak de burgers toe. Maakt het jullie wegkomen, schelmen. Jullie hoeven hier niet te staan kakelen om met leugens onze verstandige soldaten te ontmoedigen. Zij verstaan hun vak veel beter en zijn ook veel wijzer dan jullie denken. Toen een aantal van hen vertrok, bleef een vleeshouwer staan en zei: hoe zal het dan aflopen wanneer wij niet meer te eten hebben? Waarop Van den Kornput hem antwoordde: het zal nog lang duren en als het zover is, zullen jouw slaglistige kerels eerst nog opvreten. Hierop trok ook deze zich terug in zijn huis, waarop Van den Kornput zei: ik geef de soldaten hiervan niet de schuld, het zijn de burgers die hen opruimen. Wat weet een vreemde soldaat van de aangelegenheden van deze landen, of van de trouw van de bondgenoten? Bladzijde 139. Hoofdstuk. Steenwijkers ontdekken een spookstad.
Westwijk, 23 februari 1581. Reinico Freysinga. De kleine militaire bezetting van Steenwijk, circa 600 man, wist maandenlang stand te houden tegen de belegeraars van Rennenberg, die met ongeveer 7000 man waren. In december 1580 kwam er een ontzettingsleger, onder leiding van de Engelse overste Norris. De belegeraars moesten daaraan weerwerk leveren. Ondertussen kregen ze nog meer last van de barre winterse omstandigheden en van geldgebrek. In februari gaven de belegeraars het op. Rennenberg was inmiddels ziek geworden en stierf nog geen half jaar later. Op 23 februari, meteen bij het ochtendgloren, toen men geen schildwachten meer waarnam, rond de voornoemde schansen, liepen zowel mannen van het ontzettingsleger als mannen uit de stad daar naartoe en troffen het veld, als gevolg van het gevecht van de vorige dag, vol dode mensen en paarden. Onder andere vonden ze nog 17 doden in de schans die bestormd was, van wie de meesten 3 of meer wonden hadden. Ze lagen allen in hun wapenuitrustingen precies op de plaats waar ze als mannen gevochten hadden. De woede en wreedheid straalden nog van hun gezichten. Degenen uit de stad meenden te kunnen vaststellen dat niet alleen zij gesneuveld waren, maar dat de meeste dode lichamen, vooral die van voornaamste bevelhebbers en edelen, door hun kameraden weggesleept waren. Ze vonden ook in andere schansen nog veel wapens en huisraad die ze allemaal meenamen. Rennenberg trok zich ordentelijk en in slagorde terug, en het ontzettingsleger onder leiding van de Engelse generaal Norris kon nu Steenwijk in. Norris, die met de oversten en nog ander gezelschap de stad inkwam, reed met de hoplieden van de stad door de Oosterpoort tot bij de slagorden van de belegeraars, die erg mooi waren om te zien. Hij had aanvechtingen toen ze zich in beweging hadden gezet om hen in de rug aan te vallen. Maar het was zo mistig dat men het veld niet goed kon overzien. Bovendien hield zijn leger zo goed orde dat het hem niet raadzaam leek om zijn eer en een zekere victorie met enige waaghalserij op het spel te zetten. Toch werd een Engelse luitenant nog in zijn hoofd geschoten, wat door de zijnen zeer betreurd werd. De burgers stormden uit de stad af op de hutten van de belegeraars en staken die in brand. Ze troffen bij Westwijk een bijzonder groot kampement aan. Het was door de lange duur van het beleg zo aangegroeid dat het eerder een grote stad leek dan een legerkamp. Het omvatte meer dan 10.000 kleine huisjes, want onder alle volkeren is er geen ander dat zich beter met het bouwen van hutten en aangename verblijven weet te behelpen dan de Duitsers. Elk van hen wil zijn afzonderlijke hut bezitten. Er waren daar brede straten, grote marktpleinen, appelplaatsen voor troepen en kerkhoven vol doden. Het lag er ook helemaal vol met onbegraven kadavers van hengsten, soldaten en boeren, waardoor het er verschrikkelijk stonk. Ze hadden er ook een grote hoeveelheid levende beesten achtergelaten, die uit Friesland, Drenthe en het land van Vollenhoven bij elkaar gesleept waren. In veel hutten lag gezouten en gerookt vlees, naast wijn en bier en allerlei huisraad, wapens en andere spullen, maar er was niet veel brood. Deze dingen werden door de burgers allemaal naar de stad gesleept, zodat zij, naar mijn oordeel, wel zoveel buit in handen kregen dat ze daarmee de geleden schade voor een deel konden lenigen. Want ook alle volgende dagen hadden ze genoeg te slepen aan brand en timmerhout, dat hun deels goed van pas kwam om hun afgebroken en afgebrande huizen weer op te bouwen. Nadat het beleg van Steenwijk al enige tijd had geduurd, stuurde Willem van Oranje 1400 soldaten onder leiding van de Engelsman John Norris, die vanaf het nabijgelegen Onna zich mengden in de strijd. Met hulp van Norris ontzetten de Steenwijkers onder leiding van Johan van den Kornput de stad in 1581. Vervolgens brak de pest uit, waardoor slechts 200 van de 2500 inwoners van de stad overleefden. Nadat Johan van den Kornput was vertrokken, heroverden de Spanjaarden de stad in 1582 onder leiding van Francisco Verdugo. Nu verlieten ook de overgebleven protestantse inwoners de stad. Steenwijk werd een Spaans bolwerk met nog slechts 50 van de oorspronkelijke bewoners in de stad. Het zou nog tot 1592 duren voordat prins Maurits en zijn neef Willem Lodewijk voor de poorten van de stad zouden opduiken met 4000 man, 1500 ruiters en 50 kanonnen, om Steenwijk nog in datzelfde jaar te bevrijden. En ja, ook Johan van den Kornput was weer van de partij geweest in 1592.
al deze oorlogen en bezettingen hadden echter wel hun tol geëist. Steenwijk was praktisch volledig in puin geschoten en de verdedigingswerken waren aan een forse opknapbeurt toe. Het duurde echter tot 1597, na een mislukte aanval van de Spaansgezinde graaf Frederik van den Berg, voordat de Raad van State de middelen beschikbaar stelde voor wederopbouw van de verdedigingswerken. Door het veroveren van Steenwijk door Staatse troepen in 1592 zijn de Spanjaarden afgesneden van de Zuiderzee, waardoor Staatse schepen veiliger over de Binnenzee kunnen varen. Met name in Friesland is de vreugde groot van het veroveren van Steenwijk, dat door sommigen vooraf als een onneembare vesting werd gezien. Na Steenwijk trekt Maurits met zijn leven door naar Coevorden en verovert deze stad. Hierdoor is Groningen afgesneden van Twente. De twee toevoerwegen naar het noorden, langs Steenwijk en langs Coevorden, zijn nu in Staatse handen. Maurits slaat uiteindelijk in 1594 zijn kamp op bij Groningen, dat hij eveneens verovert. Al deze belegeringen vallen in de periode die achteraf de 10 jaren wordt genoemd. In deze periode verovert Maurits grote delen van de Nederlanden.